Ken je dat? Dat je benaderd wordt door een directeur of iemand van de raad van bestuur en die zegt dat werken vanuit de bedoeling, volgens mij is dat echt iets voor ons. Dat zouden wij ook eens moeten gaan doen. En jij denkt, oké, is dat nou wel zo verstandig? Of zelforganisatie, dat is typisch iets voor ons. Dat helpt enorm, scheelt enorm in de kosten en vervolgens allerlei verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Lijkt me een goed plan. Regel dat dus, ga dat eens even uitzoeken en kom eens met een advies. En jij denkt, ik heb er wel wat over gehoord en ik heb wel eens een aantal dingen gelezen daarover. Maar wat is het nou precies en hoe doe ik dat dan eigenlijk? Samen met de groep kijken wij naar wat gebeurt er in de samenleving, bij organisaties. Wat zien we daar in transities allemaal gebeuren? Wat zien we in het veld van consultancy? Vervolgens kijken we naar welke trends kunnen we ontdekken en hoe zien die er dan uit en wat hebben we daar dan allemaal informatie over. Hoe ziet dat in jouw organisatie, hoe ver ben je daar eigenlijk al in jouw organisatie. De 5 trends uit het trendspentagram nemen we daarmee. En we kijken met al die informatie die we je geven en al die discussies die we heel mooi voeren, kijken we naar wat betekent het dan voor jou, hoe reflecteer je dan op jezelf en hoe reflecteer je methodisch naar jezelf. Vanuit het vak, wat is dat dan het vak? En naar jouw context, dus naar jouw organisatie, hoe ziet dat er dan uit? Dus, heb je meer informatie? Bel of mail even naar een CEO en dan hoop ik je binnenkort een keer te zien. Tot ziens!